Is het een gevestigde naam of zijn de Lieshoutse mensen graag een namentje uit? Het succes in de loop van de jaren, de bekendheid en de... Dat weet ik niet. Ik denk meer van de aanwezigheid dan volgens mij nog steeds. Hè? Ja. Als we hier een website hebben, dat is geholpen. Ja. En hier Luisterwiel TV. Dat zet ons in de uitzending. Gelaten, gelaten. Misschien heb ze een map zitten. Nee, is het. Als je dat nog nooit gezien hebt, dan is het echt zo. Ik heb die serie. Meteen een interview met Jaden. En Jaden kennen we allemaal hier in. Jaden. Jaden, hè? Jaden. Ja, je wordt meteen gecorrigeerd. En wij met Omroep Contact hebben jaren geleden. Voor Jaden nog een hele mooie actie als afsluiting gehouden. Maar zo meteen eventjes live in de uitzending, dames en heren, gaan we dat doen. Eventjes zo meteen naar de regio-informatie die momenteel bezig is. Want we willen weten hoe dat het met die kleine man gaat momenteel. Hij is, dat hoor je zo meteen nog wel, ruim een jaar alweer schoon. Het is alweer een jaar geleden dat hij terugkwam vanuit Amerika. En dat verhaal gaan we zo meteen eventjes helemaal laten vertellen. Hebben we nog een klein instrumentaaltje, Gert? Jan? Gert en Jan, ja. Gert en Jan. Jaden Lucke? Jaden? Ja, wie heeft jou die moeilijke naam gegeven, Jaden? Mama en papa. Waarom hadden ze jou niet gewoon Kees genoemd? Als je dan niet zo mooi in. Dat is oké. Hé, hey, hoe gaat het met je? Goed. Vertel eens eventjes, want wat is er allemaal gebeurd? Ja, je bent eigenlijk teruggekomen vanuit Amerika. En toen? Heel veel dingen doen. Toen ging ik weer knutselen, naar Playmobil spelen, en Legolen, papa en dingen in elkaar zetten. En toen ging ik later op mijn iPad en ging ik maar door met mijn iPad. En dus af en toe nog met de Playmobil spelen. En dan deed ik elke avond dat. En toen voelde ik elke avond voelde ik ietsjes beter. Kijk, want even misschien moet je dat de mensen hier vertellen. Iedereen weet niet, waarom ben jij naar Amerika geweest? Als ik ziek ben geweest. En welke ziekte had je als voor de mensen die dat nog niet weten? Neurobastom. Kijk, en daar ben je nu een heel jaar eigenlijk al schoon van, hè? Ja, een jaar. Ja, maar je moet nog 4 jaar. Ja, je moet nog 4 jaar. Maar je voelt je eigen wel lekker? Ja, ik voel me een klein beetje. Ik voel me 160 duimpjes omhoog. Kijk, en dat is heel belangrijk. We hebben met jou toen in de speeltuin zijn we geweest in Gemert, hè, met al jouw vriendjes en vriendinnetjes van de school. Je zit momenteel wel op een andere school, begreep ik, hè? Ja, want ik mis nog wel die andere klasse, maar ze kan het daar gewoon niet mee helpen. Want iemand anders, die is ook ziek geweest, en die gaat later na ook misschien op mijn school, want die doen ze ook niet zo aardig mee, en daar snappen ze ook niet wat er mee is. Dus eigenlijk wil jij wel heel graag weer terug naar het Otterke? Nee, want daar vind ik het ook wel fijn, want die andere komt misschien ook nog naar mijn school. Want ik hoop altijd te kijken mee tegen die ene welke ziek is. Dat is helemaal niet netjes eigenlijk. En tegen mij doen ze ook niet. Nee. Ook best. Een beetje rot. Ja. Nou, bij deze zullen we meteen op de radio zetten en zeggen, wij doen niet meer pesten. Want dat is, daar gaat het toch eigenlijk om? We zouden toch helemaal niet meer pesten? Nee. Goed, wij gaan het hebben over jou. Je zit op een nieuwe school, op een andere school. Voor de rest gaat het helemaal perfect voor je? Ja. En je mag al mee klussen met papa? Mag je mee op de vrachtwagen? Heel af en toe. Toch wel. Mag je dan ook al rijden trouwens? Nee, maar ik ben op scouting geweest. Dat is waar je dingen kan doen. En dan mag één iemand mag schakelen.
Oh, en wie mag dat? Vincent. Kijk, dat is, waarom mag jij dat niet? Als papa en mama dat niet zo veilig vinden. Oh, dat is ook weer zo. Hé hey, jongen, dankjewel voor je komst. Hey, wat heb je net voor 2 euro gekocht? Wat is dat eigenlijk in feite? Een vliegtuigwagentje. Een vliegtuigwagentje? Nou, die kun je wel mooi gebruiken, hè? Ja. Goed. Zullen we volgend jaar weer een afspraak maken? Ja. Hoe is het nou? Jaden of Jaden? De tweede. De tweede, Jaden. Hé, hey, dankjewel jongen. Veel plezier, hè? Terug naar jou, Frans.